Welkom. In deze video bespreek ik een methode om al de aparte projectplanningen die in aparte bestanden opgeslaan zijn, gebruik te laten maken van dezelfde resourcegroep die voor het hele bedrijf beschikbaar is. Want wanneer we elk project afzonderlijk gaan plannen in aparte bestanden, en die projecten maken gebruik van resources die in dat specifieke planningsbestand gedefinieerd zijn, dan is er geen interactie met andere projecten en de resources die daaraan toegewezen werden. Conceptueel gaat deze methode zeer leuk zijn, toch beveel ik het zelden aan omdat er in de praktijk zeer veel problemen voorvallen bij deze methode. Beschouw deze video dus eerder als informatief. Aan de slag. Het is mogelijk om een MS-projectbestand te nemen zonder activiteiten, waarin we alleen het resourceblad invullen. Het resourceblad vinden we via taak, weergave, Gantt-diagram en in de shortlist vinden we de weergave resourceblad of resource sheet. Alleen dit scherm is in dit bestand ingevuld. Ik heb dit bestand opgeslaan onder de naam Resource Bibliotheek. Deze gaat dus de resources bevatten die ik over al mijn projecten binnen mijn bedrijf wil delen. Ik open even een eerste project en ik ga daarvoor de garage gebruiken uit de andere informatievideo's. In dit bestand zijn geen resources toegewezen aan de activiteiten, meer zelfs. Het resourceblad of resource sheet is hier volledig leeg. Het is mogelijk om in dit bestand een koppeling te leggen naar de bibliotheek met de resources. De bibliotheek moet op dat ogenblik wel openstaan, zodanig dat ik de link kan leggen. Ik kan dat doen via de tab Resource, Resource Pool, Resources delen of Share Resources. En ik kan dan zeggen ofwel gebruik de resources van dit specifieke bestand of ik ga de resources opvissen uit een resource pool. En in dit geval kan ik hier selecteren uit al de geopende bestanden en ik kies voor het bestand resource bibliotheek. Ik geef nog aan dat de resource pool voorrang krijgt wanneer eventuele resource problemen zouden zijn. Ik bevestig met oké en we zien dat in dit bestand, dus onze garage, in ons echt project te willen plannen, dat de resources binnengetrokken zijn. En ik kan hetzelfde doen vanuit een tweede bestand. Ik ga daarvoor een bestand nemen met de naam hangar. En ook hier ga ik kiezen om de resources via de toewijzingen de resource poolen binnen te trekken. En ik selecteer ook hier de resource bibliotheek. En ik bevestig. Op dit ogenblik zal ook in dit bestand het resourceblad ingevuld zijn. Dus deze worden compleet binnengetrokken vanuit de bibliotheek. Ik zet mijn scherm van de hangar even op mijn klassieke Gantt-diagram. Ik ga vanuit mijn garage, dus mijn eerste project, ook gewoon het klassieke Gantt-diagram aanzetten. En in principe kan ik nu de resources toewijzen aan mijn activiteiten. Ik ga daarvoor mijn scherm splitsen, rechtermuis in het Gantt-diagram. En ik ga aan een aantal activiteiten resources toewijzen. Bijvoorbeeld de handlangers die de werfinrichting hier gaan doen. Ik ga er twee mensen op zetten. De afbraak van het oude dak ga ik ook door handlangers laten doen met twee mensen. Afvoeren van het puin ga ik door handlangers laten doen ook met twee mensen. Metselwerk van het dakboord zet ik handlangers en metsers op. Allebei met twee. Timmerwerkdakstructuur ga ik door de handlangers laten doen. En ik ga die metsers er ook even opzetten, ook met twee mensen. En zo kan ik uiteraard al mijn resources gaan ingeven in dit specifieke bestand. Ik ga mijn gesplitst scherm even wegdoen. En ik ga analoog in mijn andere file, in de hangar, ga ik ook de resources toekennen aan activiteiten. Ik ga die werfinrichting doen met handlangers, met twee mensen. De afbraakwerken laat ik ook doen door handlangers, ook met twee mensen. Voor het grondwerk ga ik een onderaannemer grondwerken nemen. Voor de fundering ga ik handlangers en ik zal daar bekisters bij zetten, allebei ter waarde van twee. En je ziet, terwijl we, ik ga ook hier even het scherm splitsen wegdoen, als we gaan kijken in ons resourceblad, dan zien we dat we vier handlangers ter beschikking hebben,
Deze staan in het rood. Er is blijkbaar een overbezetting met de handlangers. Als ik ga kijken naar mijn gewoon Gantt-diagram, heb ik nergens, op geen enkel ogenblik, meer dan 2 handlangers tegelijkertijd. Dus zeker nergens meer dan 4 handlangers tegelijkertijd ingepland. Dat betekent dat er rekening gehouden wordt met beide projecten die tegelijkertijd uitgevoerd worden. Laat me even kijken in de resource-bibliotheek. Ook hier zal je nu zien dat die handlangers in het rood komen, dus dat er een probleem is met de handlangers. Als we naar het Gantt-diagram gaan kijken, zien we nog steeds dat er geen enkele activiteit gepland staat in de resource-bibliotheek. Als we de resource-bezetting willen analyseren, zoals in de vorige video's aangehaald, gaan we gebruik maken van de weergave resource-gebruik of resource-usage. Dan zien we hier dat inderdaad die handlangers overbezet zijn. Er wordt steeds verwezen naar de bovenliggende samenvattingstaak, maar als je wil weten uit welk project effectief dit probleem ontstaat, dan kan ik het kolommetje project nog toevoegen. En dan zien we dat hier het probleem zit. Op dit ogenblik bijvoorbeeld deze woensdag is er een taak in het project hangar op de werfinrichting. Die valt samen met afvoeren van het puin in de garage en valt samen met de metselwerkdakboord in de garage. En dit samen veroorzaakt dus de problemen. Een heel leuke methode op eerste zicht, maar het veroorzaakt toch soms een aantal problemen. Dus waarom beveel ik dit niet altijd aan? De reden is heel eenvoudig. Wanneer een planner zijn project opent, dan vraagt MS Project nadien of de bibliotheek mee geopend moet worden. En omdat de bibliotheek steeds gesynchroniseerd moet worden met die afzonderlijke projectplanningen, ga je uiteraard de bibliotheek mee openen. En als iets later een andere planner zijn project gaat openen, bijvoorbeeld het project van de hangar, dan wil die ook de bibliotheek laten synchroniseren. Maar dit gaat echter niet lukken. MS Project werkt met afzonderlijke bestanden en niet via een database. Bij gevolg zal planner B een alleen lezen kopie van de bibliotheek krijgen. En zo ontstaan er problemen met de synchronisatie en kan het zijn dat er per ongeluk kopieën van de bibliotheek ontstaan. Ook wanneer een projectplanning opgeslagen wordt onder een andere naam, moet goed gekeken worden welke versie nog gekoppeld is, of dat misschien zelfs beide planningen nog gekoppeld zijn met de bibliotheek. En de ervaring heeft geleerd dat heel veel bouwbedrijven daar heel veel problemen mee hebben. Om te kijken welke planningen allemaal gekoppeld zijn aan deze bibliotheek, kan ik hier ook kijken via de tab Resource, Resource Pool, die ik normaal gebruik om een bestand te koppelen met de bibliotheek. Als je dit vanuit de bibliotheek gaat doen, ga je een lijstje krijgen en zie je al de projecten die aan de bibliotheek gekoppeld zijn. Dit is ook de plaats waar je eventueel de koppelingen kan verbreken om terug los te koppelen. Op dat ogenblik blijven de resources gewoon binnen het deelbestand staan, binnen het basisbestand staan en kan je daar lokaal mee verder werken. Ziezo, tot slot verwijs ik nog heel even naar 2 andere video's die aansluiten bij het thema van deze video. Ten eerste maakte ik eerder een video waarbij vele kleine projecten samen met hun resources beheerd worden in 1 MS projectbestand. En dan wordt in dat ene MS projectbestand per project een samenvattingstaak gemaakt. Dit is handig wanneer de projecten niet te groot zijn en wanneer meerdere planners niet tegelijkertijd in die planning moeten werken. Indien interesse kan je ook deze video raadplegen of aanvragen via WDCB. Daarnaast is er nog een video die uitlegt hoe je afzonderlijke projectplanningen kan samenbrengen in een overkoepelende masterplanning. Dat ga je doen door gebruik te maken van subprojecten. Maar dat staat los van het echte delen van de resources waarvan sprake is in deze video. Veel succes en tot gauw voor een volgende instructievideo.